Wat is dit nou? Wat is dit nou? We staan hier dus bij Steiger Eiland, bij de bouwwegafslag. Je kon dus eerst ook rechtsaf. En nu kan je alleen nog maar rechtdoor en linksaf. Maar er komt hier dus waarschijnlijk daar een steigerpark. Huppelend in het park. Oh, heerlijk. Ik lig nou toch niet in een hondenpoep, hè? Mag ik u wat vragen? Mag ik u wat vragen? Ah, nee, ren ik toch gewoon een stukje mee. Oh. Wat vindt u van deze eenrichtings? Waardeloos. Ja, waardeloos. Niet waarom? Omdat ze een enorme verkeersader daar nu creëren. Mag ik wat vragen? Nou joh. Heeft u nog een mening, meneer? Hallo, goedemiddag, over de weg die weg is. Ja, ik vind het een ramp. Een ramp? Ja, zonder meer. Oh. Ja, dag. Twee uitgangen is prima, maar één ingang op het eiland hier, aan de zuidkant van Steigereiland, dat is te weinig. Je hebt daar een hele chaotische situatie bij het stoplicht. En ik denk dat het wachten is op ongelukken. Ja, stop gewoon. Gewoon stoppen. Er ontstaat daar dus nu een hele opstopping, rond een uur of 5 en 's morgens. Dus ik vind het echt een heel slecht plan. Het is altijd van het oorspronkelijke plan het idee geweest dat er maar één uitgang en één ingang is. Maar dat, ik denk dat het een kwestie van tijd is dat er ongelukken gaan gebeuren. Mag ik het vragen? Nee, ja. Negeer me maar gewoon! In één woord. Vervelend. Vervelend. Netjes. Ja. Kut. Heel onhandig. Wat hoopt u dat hier nog uitkomt? Een hele verstandige oplossing. Maar dus dat die weg niet dicht gaat? Helemaal juist. Dag. Doei. Het is allemaal een beetje onduidelijk wat mij betreft. Duidelijk is wel dat je hier dus nog het eiland op kan, Steigereiland, en af. Maar daar kun je er dus niet meer op, ja, alleen wel af. En verderop kun je er dus ook nog af. De andere, bij de bouwweg, kan je het alleen nog maar af. Daar kan je er niet op. Hier kun je er ook af. We houden jullie op de hoogte. Als wij daar ook meer hoogte van hebben. Waar is mijn auto nou? Hè? Wat is dit nou?